Ons leef in een wereld waar alles so vinnig en gemakkelijk gebeur. Met die druk van een knoppie stuur ons een e-pos van Suid-Afrika naar die VSA en is binnen secondes daar. Ja, inligting is ook binnen secondes tot ons beskikking. Die hedendaagse mens hou net eenvoudig nie daarvan om te wacht nie. Ons is ongeduldige mense. Ons wil hê goed moet vinnig gebeur en dit moet nou gebeur en dit moet na ons sin gebeur. En onbewustelijk denk ons, dat als ons met God praat, dan moet hij ook vinnig spring en reageer, wanneer ons daai gebedsknopje druk, want ons is ongeduldig. Ja, en als hij niet dadelijk optree nie, dan beskuldig ons God daarvan, dat hij niet omgee nie, of dat hij niet luister nie. Het is voor ons als hedendaagse mens moeilijk om op Godse antwoorden te wachten. Maar één ding wil ik vir jou vanoggend sê, dit is dat God elke gebed hoor. En dalk voel het niet vir jou van jou onmiddellik antwoord nie, maar hy is bezig met sy meesterplan, daarvan kan jy seker wees. Weet jy, in Psalm 139 staan daar, dat hy weet van jou opstaan, hy weet wanneer jy gaan sit, hy weet wat op jou tong is, die volgende woorde wat jy gaan sê, hy weet selfs van die hare wat van ons hoof val. So God weet van ons, moet nie dink, hy antwoord nie jou gebede nie, moet nie ongeduldig raak nie. Wanneer jij jouw geloof op gevoel skwee, gaan je staan en val geloof hê. Want geloof is soveel meer als net gevoel. Geloof is het diep weten dat God omgee en dat hij jou nooit ooit zal alleen los nie. Ons denkt baie keer verkeerdelijk dat gebed soos 'n koeldrankmachine werk, nou, en dat met die druk van een knoppie dan val die koeldrank uit. En dan denk ons met de druk van een gebedsknoppie moet God antwoord. Maar nee, gebed is niet net een klomp versoeke wat ons naar God toe bring nie. Dis soveel meer as dit. Dis om elke geleentheid van die dag wat jy kans het, jou leven met God te deel, met jou Vader te deel. Gebed is om een verhouding met hom te kan staan. Ja, en baie keer dan verander ons omstandighede nie onmiddellik wanneer ons bid nie. Maar wat wel gebeur is, God is bezig om met ons te werk wanneer ons bid. Hij geeft ons vrede, hij geeft ons inzicht en rustigheid en wijsheid en mijn verhouding met hom verdiep wanneer ik bid. So baie keer dan beskuldig jy God ook daarvan dat hij niet luister nie, of dat jou gebed in die plafond vastslaan. Maar wees verseker, hij luister, hij hoor jou. En ja, dalk antwoord hij niet onmiddellijk ja nie. Dalk neem dit een bykie tyd, maar dit is absoluut die moeite waard om op Godse tijdsberekening te wachten. Want sy tydsberekening is volmaak. Somtijds denk ons verkeerdelijk dat het God is wat in ons dienst staan. En eindelijk is het andersom. Ons staan in sy dienst. C.S. Lewis het geskryf, God is niet that grandfather in the heavens, wat maar net moet spring en voor ons laat prete en dan moet hij uit die pad uit staan. Nie. Nee, hij is ons pa en hij verlang naar een verhouding met ons. Natuurlijk kan je jou versoeken en jou hartseer met God deel. Ik denk altijd aan Hannah wat geheil het voor God. Sy wou so graag een ou babiekie gehad het. Sy het geprewel. Eli, die priester, het gedink, sy is dronk. So het sy hart uitgestort voor God. En natuurlijk kan ons dit doen. God wil hê, ons moet met hom praat. Hy is nooit te bezig om naar ons te luister nie. Ek glo in die kracht van gebed. Vraag maar bykie vir Augustinus se ma. Nou, Augustinus is een bekende kerkvader in die kerkgeschiedenis. En sy ma het so gebid vir sy redding. En wonderbaarlik het hy tot bekering gekom. En vandag staan hy bekend as een van die bekendste kerkleiers van ons geschiedenis. Ook Martin Luther vertel van sy vrou Katharina, wat so vir hom gebid het. En dat hy geestelik gegroei het as gevolg van haar gebede. In Jakobus 5 vers 16 staan dat die gebed van een gelovige het een krachtdadige uitwerking. En Paulus sê vir ons, ek beveel julle, ek dring aan daarop, dat julle in die eerste plek moet bid. So ons moet bid, is die eerste persoon na wie toe ons moet gaan. En dit is naar God toe. En so verkeer dan gryp ons naar ander dinge, na ons gryp naar pille, of ons gryp naar een bottel, of wat ook al het is, maar ons eerste ding wat ons moet doen is om naar God te draai en ons versoeken en ons hartseer en ons drome en ons passies met hom te deel. Lucas sê, moet nooit moedeloos raak om te bid nie. Misschien luister jy vanoggend en denk, weet jy, maar ek kan nie meer bid nie. Ek het soveel seer, ek is so plat geslaan dier die lewe. Luister een bykie wat sê Romeine 8 vers 26.
Die Gees staan ons ook in ons zwakheid bij. Ons weet niet wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees zelf pleit voor ons met verzuchting, wat niet met woorden gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hij pleit volgens die wil van God vir gelowiges. Ja, God staan in vir jou, sy Gees staan in vir jou, wanneer jy voel, jy kan nie meer nie, jy weet nie eens meer wat en hoe om te bid nie.